stel nou dat de situatie zich voordoet en die gaat zich allicht voordoen, dat mensen met de ziekte van Parkinson ook besmet raken met het coronavirus. Zijn er, en dat geldt misschien in algemene zin, maar zijn er dingen die je kunt doen om ervoor te zorgen dat de ziektesymptomen dan zo mild mogelijk blijven? Nee, daar kan je helaas niet zo heel veel aan doen. Het enige wat je kunt doen is de gewone dingen. Zorg dat je voldoende rust krijgt. Zorg dat je gezond blijft eten. Maar op het moment dat je al besmet bent, dan kun je er niet zo heel veel aan doen om te zorgen dat de ziekte mild verloopt. Dat heeft echt met je afweersysteem te maken, met je longfunctie, met een heleboel factoren, ook dingen die we nu nog niet weten. Maar die kun je niet zelf beïnvloeden. Nee. Ik weet dat er in Amerikaanse webinars veel gezegd is over ibuprofen. Wat je beter niet zou kunnen gebruiken. Ik weet dat er veel discussie over is. Wat is jouw standpunt daarin? De berichten die we zien, ook uit de literatuur, en dat is allemaal niet heel overtuigend, maar er is eigenlijk niets positiefs beschreven over ibuprofen en mogelijk wel negatieve effecten. Dus ik zou dat echt afraden om dat te gebruiken. En wat moeten mensen als alternatief dan gebruiken? Ja, bij voorkeur paracetamol of iets wat daarop lijkt. En nou